Dit is dan een bijhotel. En die kan je kopen. Maar wij gaan er eentje maken. We hebben eigenlijk maar 4 dingen nodig. Bamboestokjes. Of ander materiaal waar gaatjes in kunnen. En als omhulsel zou je een oude theepot kunnen gebruiken. Een oud vogelhuisje. Of we bouwen zelf een huisje. Met een venenzaag op lengtes van 10 centimeter ongeveer. Zet de stokjes vast in het omhulsel. Dat kan in een bloempotje. Ik doe het met klei. Puur natuur. Dat is toch mooier dan plastic. Als je dit te veel werk vindt, dan is er een andere manier. Pak een blok hout. Het kan een stuk boom zijn. Een boor. Daar gaatjes in van 3 tot 8 mm. Zo gemakkelijk kan het zijn. Een hele makkelijke manier om een heel mooi bijenhotel te maken. Puur natuur. Onder een afdak, kamperfolie erbij. Op de zuidkant, heerlijk in het zonnetje.